Zaterdag 6 april. De thuiswedstrijd is begonnen tussen DVS 33 Ermelo en Rijnvogels. Balbezit, de eerste balbezit is voor Rijnvogels die de aftrap heeft genomen. En DVS sluit door om druk te gaan zetten op de bal en de defensie van Rijnvogels. Dit mag door van de scheids Crowther. Crowther houdt hem goed bij zich. Stef Nijland. Even uitstellen. Misverstandje met Nicky van Hilten. Roemion daar inmiddels ook. Ja, en daar is hij ook goed in, hè? Stef Nijland. Stef. Nou, Adriaan Kruis hier. Verleden week tegen IJsselmeervogels. Ook ongeveer in dezelfde minuut kreeg hij een enorme kans. En nu ook weer. Lui balletje. Wel ja. Op het hoofd van de aanvoerder. Mooi ingekomen hoor. Michel. Kasper Michel. Prima kopbal. Roemion naar binnen. Bal onder controle. Kruiseer, ja die heeft hem. Kaats is niet helemaal lekker. Zo kan uitverdedigd worden. En dat is belangrijk voor DVS. Dat hier het duel gewonnen wordt. Om de angel eruit te halen in de omschakeling. Stef Nijland. Rijnvogel staat. Die gaat hem voorgeven. Zet daarvoor. Nou, toch Roemion in balbezit. Roland Baas, Roemion, wederom. Voorzet. Nou ja, dat is hem! Nicky van Hilten. Lekker. Leuk voor Nicky van Hilten. Zat er een aantal weken al dichtbij en nu duikt hij op voorbij Sam Crowther. Absoluut in vorm, ja, mooi. Mooi, mooi, mooi. Ja, zo zit ja. Die DVS op een mooie 1-0 voorsprong. Ik merk dat ik steeds meer die uitdrukking van Rick de Zadelier. Ken je hem nog? Dat is hem. Nou, de Zadelier, die naam ken ik wel, maar de uitdrukking niet. Ja, dat is hem, zei hij altijd. Ik zei het vorige week al. Ja, ik zou Adriaan eens vragen of hij toch een jaartje later op wereldreis gaat. Als hij gewoon zo voetbalt en in vorm is. Dat is een van de betere bij DVS. Zou wel lekker zijn. Moet hij wel die kansen in het begin van de wedstrijd benutten. Ja. Hè? Toch? Is heel goed gezien. Heel veel ruimte is er voor... Hier is hij zo goed in, Stef Nijland. Ja, hij ziet het spelletje. Dat ziet hij. Nicky van Hilten. Oh, wat een prachtige poging. Beb Bakhuis. Wat pech met de afwerking. Deed hij eigenlijk zeggen alles wel goed, Crowther. Roemion, kan je daar wat mee? Ja, nog een keer. Houdt hem binnen. Oh, wat is die snel. Wat is die handig. Roemion, gelijk op snelheid door. Crowther. Daar, oh, 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 oh. Mooi hoor. Ai, ai, ai. Prima voorzet. Ja, deden allebei alles goed. Behalve dat hij niet in het hoekje belandt. Mooi momentje om weer wat te creëren. Komt ie? Nee, hij is nog even aan het kijken waar hij neer gaat liggen. Stef Nijland. In de... Nee, ik wou zeggen in de handen van de doelman, maar die bokst hem weg. Sam de Wit. Oeh. Ja. Ja, schiet hem gewoon naast. Dat vind ik ook prima. Ik vind het wel een linkspootje, deze bal. Ik denk... Het is wel een heel vervelend moment. 38e minuut. Komt ie. Woe. Woe. Mwah. Ik was er niet van onder indruk, Piet. Maarten van Dijk. Ja, de tweede helft is begonnen. Stef Nijland staat te wachten in ieder geval om de bal voor te geven. Koppers van Hilten, van Leijhorst en De Wit. Komt die bal. Oeh, wat mooi genomen hoor, die vrije trap. Prachtig. Noordam. Prima voorzet. Ja, op de paal. Pracht van een kopbal van Tom Bijen. Stef Nijland, Stef Nijland. Nou, Benjamin, op snelheid. Kom op, en handigheid. Speelt de bal vrij, kan hij voorgeven. Mooi. Kruiseer. Nou, doe maar. Daar komt hij. Ja! Ja! Nou, die had Adriaan Kruiseer. Lekker. Via een verdediger. In dit geval Schoonenberg, Willem. Gaat die bal erin. Mooie actie. Benjamin Roemion, tweede assist.
Ja, en Kruiseer schiet raak vandaag. Dat is fijn. Hij had nu wat geluk nodig via een voet van de speler van Rijnvogels. Maar bekroont een goede wedstrijd hoor. Adriaan Kruiseer. Roem mee op. Oh, ze zijn weer los. Oh, nou, Stef Nijland, wat mooi. Nou, ik twijfel. Buitenspel. Opzet was mooi. Een no-look pas van Roemeon. En daar konden we richting de 3-0. Maar Roemeon, daar gaat hij weer. DVS krijgt steeds meer ruimte. Buitenspel? Nee, geen buitenspel. Roemeon, ja, 3-0. Het begint een beetje te lijken op de vertoning tegen Eemdijk. Ja, de lucht is eruit bij Rijnvogels. En in de omschakeling is DVS twee keer efficiënt. Scheids, of de grensrechter had een kleine twijfel of die zijn vlag weer in de lucht zou steken. Dat deed hij niet. En daardoor is het 3-0 door Benjamin Roemeon. Assist van Sam Krauter. Het wordt comfortabel hier in Ermelo. Maar we mogen gelukkig nog even. Nou, dit is lekker voetballen kijken, Piet. We zijn wat dat betreft in thuiswedstrijden de laatste weken verwend. Ja. Het goed voor elkaar hier. 3-0 Hogeveen, 5-0 Eemdijk. Dat is lekker. Ze blijven het proberen. Prachtige reactie van Dean Bredewold. Wat is die daar goed in geworden? Hij wordt steeds fitter, Jan Mokkie. Ja. Stef Nijland. Oh, als hij dan een doelpunt maakt, dan is hij ook zo ongelooflijk mooi. Lekker aangesneden. Schot. Prachtig. Speelt hem even kort op Ben Moussa. En daarna gewoon hartseflats richting de goal. Aan iedereen voorbij. En Stef Nijland voor het eerst op het scoreformulier. Nou, nu dus uiteindelijk wel bij Priem. Die gaat denk ik een keer zijn directe tegenstander opzoeken. Doe maar gewoon. Huppatee, bal voor de pot. Komt-ie. Dit was het traditionele Priem Crowther moment. Hè? Oeh, Johan van Blerk. Nou, Sam de Wit. Balletje ja, uiteindelijk. Komt dit toch. Jammer. Richters, Jaimairo Richters met zijn eerste balcontact. Nou, plus 4 in doelsaldo. Dat is Joël van Blerk aan te rekenen. Mokhtar. Wederom, Younes. Baas. Kan hij daarbij? Wat lekker. Mokhtar. Prachtig. Oh, wat is dit mooi. Dit vindt hij nou het leukste wat er is. Mokhtar. Zo'n assist. Ja, dit was even straatvoetbal. Bal onder zijn voet gehaald en lift hem naar de tweede paal waar Krauter de tweede voor van zijn, voor zijn rekening neemt. En dat is het doelsaldo weer plus 5. En 5-1 voor DVS. Nou, ik denk nog twee keer een paar balcontactjes. En dan zal het hier afgelopen zijn.